Onder de jaarlijkse grote feesten wordt het feest van Onze Heer Hemelvaart soms wel het kneusje genoemd. En toch roept het feest van Hemelvaart een wezenlijk facet toe aan ons geloof. Wat Hemelvaart is, wordt naar mijn aanvoelen het best voorgesteld door de hemelvaartsicoon in de Byzantijnse traditie. Ze toont Jezus Hemelvaart als het ware als een kosmisch gebeuren waarbij de bomen meewuiven en de bergen in de handen klappen. De leerlingen zelf op de icoon die kijken in alle richtingen. Ze lijken niet te weten wat ze moeten denken. Alleen zien we in het midden dat Maria kaarsrecht staat. De voeten op de grond en tegelijk gericht naar de Vader, gericht naar de hemel. Zij begrijpt dat Jezus nu na zijn zending hier terugkeert naar de Vader. Zij begrijpt het mysterie. De tijd van de verschijningen na Pasen is daarmee definitief voorbij. Nu is de nieuwe tijd aangebroken, de tijd van de kerk. Jezus is voortaan van bij de Vader met de leerlingen verbonden en hij zal ons ook zijn geest zenden, het vuur. En daarmee is de paastijd helemaal rond. Opmerkelijk is dat we twee engelen zien ook op die iconen. En die verwijzen naar de leerlingen en zeggen, waarom sta je toch naar de hemel te kijken? De Heer zal wel terugkomen, maar ga nu naar Jeruzalem, daar is het te doen. En de leerlingen trekken met vreugde terug naar Jeruzalem. Het feest van Hemelvaart moet dus beleefd worden in Jeruzalem. Dat wil zeggen in de stad van de mens met de voeten op de grond zoals Maria, maar ook tegelijk met het hart gericht naar Jezus die voortaan aan Gods rechterhand zit, dus in de hemel. Trouwens, aan dit thema van hemelvaart, aan hemel, shalom, wordt op dit ogenblik in het pastoraal centrum van Hasselt een tentoonstelling gewijd van Koen Lemmes, waarbij de hemel wordt voorgesteld in verschillende wolkenformaties. En die wolk is iets heel belangrijks. De wolk is in het Oude Testament het symbool van de machtige verschijnen van de tegenwoordigheid van God bij zijn volk. Hij gaat ons voor als in een wolkkolom. Dan vind ik dat eigenlijk de mooiste. Ja. Tegelijk onttrekt de wolk ten tijde van Mozes ook God aan de blikken van het volk. En zo doet hemelvaart eigenlijk ook voor de leerlingen. Zo is het trouwens ook in ons leven. Soms lijkt God ons heel nabij, maar soms lijkt hij ook heel ver weg, verborgen achter de wolken. En het komt er als christen op aan om dan om vertrouwen te hebben in alle omstandigheden in Jezus die sinds hemelvaart zetelt aan Gods rechterhand en die ons tegelijk nabij is door de geest die hij ons gezonden heeft, ons zal zenden. En zo kunnen wij dan als christenen, als paasmensen, in alle situaties van ons leven uit die nabijheid van God en van Jezus enerzijds vertroosting ervaren als het leven moeilijk is en ook moed putten om de engagementen van ons christen zijn waar te maken. Trouwens, aan onze engagementen worden we op hemelvaart ook nog herinnerd doordat Rerum Novarum dan wordt herdacht, de pauselijke encycliek van 1891. Hij breekt de lans voor de solidariteit tussen mensen. Christelijk geloof is namelijk mensen nabij zijn vanuit de kracht die je ervaart vanuit de hemel, maar tegelijk mensen nabij zijn in solidariteit, ook dat is hemelvaart.